Tijd om even bij te kletsen. Met wie? Over wat? Dat merk je vanzelf. Nadat we het gesprek hebben gehad, de Avondclub presenteert Praat je pot. Met Ellen Driessen van Spargo. Hey, wat goed jou te spreken. Ja, we hadden het net over. We hebben inderdaad een tijdje terug al wel contact gehad. En het had over Aruba kunnen gaan, maar ik weet niet. Het was een nummer wat je maakte met Jazzy Bobby, met je dochter. Ah, oké. Okay. Ja, dat was toen. Ja, dat was toen. Ja. Peter en Martijn, toch? Peter en Martijn. Ellert. Juist. Ja, we bellen met Londen, want daar woon jij. Dat klopt. Ja, en al langer. Toch alweer een tijdje, toch? Ja, joh. Bijna 30 jaar. Zo. Hoe voel je? Voel je al een beetje Londenaar dan? Gedeeltelijk. Maar je blijft toch ook wel Amsterdammer. Ja. Dat gaat er niet uit. Kom je nog vaak in Amsterdam? Kom je nog vaak in Amsterdam? Ja, zeer regelmatig. Nu wat minder door het bekende virus. Maar voorheen was het toch wel een flink aantal keer per jaar. Ja, toch wel. Hey, Ellert, we kennen jou natuurlijk. Je bent ook een cultheld voor ons. Onder andere van Spargo. Dus ja, dat was toch jaren 80, alweer 40 jaar geleden, Ellert. Nou, ja, ik weet het. Maar, ja. Leefden jullie toen al? Ja, jawel, ik zeker. Ja, absoluut. Ja. Ik heb eerst danspasjes gedaan op Spargo. En zowel You and Me als ook alle andere nummers. Maar ook, dat was allemaal in die tijd. Jullie waren wel, stonden hoog in de hitlijsten. Dus overal zo'n beetje. Dus niet alleen Nederland, maar overal dus. Ja, dat klopt. Ja, toch wel het meeste van Europa. Zuid-Europa waren we heel populair. Italië, waar hadden we twee nummer één. Dus Spanje was toch wel een succesland, zeg maar, voor ons. En we hebben daar ook heel veel live gespeeld. Dat was ik ook ontzettend leuk om te doen. Want je hebt daarnaast... Ik hoor iets op de achtergrond. Ja, dat klopt. Zo is beter? Nee, dat vind ik niet erg. Nee, oké, goed zo. Hey, maar als je in die tijd, je was natuurlijk artiest in de band. En je broer die speelde ook in de band, Fruitcake. Klopt, zo. Ja, dat was Fruitcake. Hij was bassist. En heb je daar ook muziek voor gemaakt? Heb je daar ook voor geschreven? Ik heb niet voor Fruitcake geschreven. Wel hebben wij ooit... wij is dan Rob Takema, die de zanger en de schrijver was in Fruitcake... een liedje geschreven wat we met Spargo hebben opgenomen ooit. Dat was geen single, maar dat was een albumnummer. Oké. Okay. Dus die connectie was er wel degelijk. Ja, het was ook een beetje een scene, een soort van Amsterdamse scene. Ook een beetje... Ja, bedoel, je kon ze goed door elkaar mixen in die tijd. Dus het was wel een beetje een sound die wat van elkaar weg had. Klopt, ja. Ja, dus... Ja. We inspireren elkaar, denk ik. Ja, oh, dat zal het wel zijn. Het was de stijl pop, funky en disco. Ja, als je dat nu nog eens een keer hoort... en dan heb je dan zoiets van... nou, het kan een heel goed mee. Dus 40 jaar verder. Okay. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, nou, ja, dat is voor mij moeilijk te beoordelen... maar ik hoor meer mensen dat zeggen. Ja. Ja, ik... Dat het nog steeds een plekje heeft, zeg maar. Ja, sowieso bij de feesten. Dus als je feesten, nou dan goed, laten we zeggen 40 plus. Het zijn wel de nummers die je hoeft hem maar op te zetten. En iedereen die heeft zoiets van, oké, dan is het echt feest. Nou goed. Ja, nou dat was het toch ergens goed voor. Ja, dat was zeker ergens goed voor. De dame die meespeelde was ook niet onbelangrijk. Lilian, hè? Heb je nog wel eens contact met Lilian? Regelmatig. We hebben zelfs, lag dat ook weer even stil natuurlijk, maar we hebben zelfs enkele optredens gedaan als Spargo. Dus wij hebben nog altijd weer, mag ik zeggen, goed contact. Ja. Dus, dat was ooit wel anders hoor. Oh. Ja. Nee, kijk, weet je, een band gaat niet voor niks uit elkaar. Nee, dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met wat je dan altijd zegt, dat zijn muzikale meningsverschillen. Maar er zijn natuurlijk ook altijd wel wat andere meningsverschillen. Maar die hebben wij weer bijgelegd. En ja, we zijn toch een soort van... Een klein beetje een familie. Ja, oké, okay, dus dat... Met zijn ups en downs. Maar ja, de laatste tijd. Dat werkt in families ook zo. Dus, en dan is het ook weer mooi om het weer goed te maken. Je bent met je studio ben je verder gegaan in Londen. Je hebt nogal wat nummers geschreven. Waar ben je het meest trots op? Oeh... Dat is een lastige. Ja.
Ik ben trots op wat werk met Rob de Nijs. Met name een liedje dat heet Zo Zal Het Zijn. Dat is een wat meer stemmig nummer. En natuurlijk de nummer 1 hit van hem, Bange Hart. Dat was de muziek van mij. Dat was ook ontzettend leuk om te doen. En dat is natuurlijk ook wel een wapenfeitje. Zo, maar dat was een goede hit ook. Bange Hart, ja, zeker. Ja, top. Maar om dat te zeggen waar ik het meest trots op ben, dat is lastig. Ik heb altijd nog wel een goed gevoel bij, als ik het hoor, bij Never Nooit Meer van Gordon en Replay. Ja, ja, ook door Ellert geschreven, ja. Ja, 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 sorry. Ja, ja, nee, maar goed, je hebt dan toch talent voor hits, in ieder geval wat iedereen heel mooi vindt. Je hebt er ooit een, je bent ook beprijsd geweest. Je hebt er ooit een zilveren harp gekregen? Zilveren harp? Ja, dat was nog voordat we de Edison kregen. We hebben ook een Edison ooit mogen ontvangen. Dat is toch wel een beloning, zeg maar, door professionals. Dat is een stukje erkenning. Ja, een stukje erkenning. Nu heb je, vorig jaar was dat, ik dacht vorig jaar of jaar ervoor, dus met Jesse Bobby het nummer You and Me weer opnieuw uitgebracht. Dat was toch wel leuk zo, met je dochter, denk ik. Ze heeft die mix gedaan. Ja, maar, mijn dochter dus, hè? Ja, ja, je dochter. Ja, maar goed, je was, ik heb je wel gezien in de videoclip. Dus, ja. Het was toch wel iets... Tevens naar reclame. Ja, ja. Maar goed, dat moet je goed doen als dat dan zo op die manier ook weer door de jeugd wordt opgepakt. Ja, zeker. En natuurlijk het gevoel van trots was groot. Ja, want dat je iets kan neerzetten met je eigen offspring, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, ja, goed. Nou, ik wil zeggen nakomelingen, maar dat is een beetje een vreemd woord. Maar met je eigen kinderen, dat is natuurlijk wel ontzettend cool. Ja, dat is zeker heel cool. En ik vond het ook een hele mooie versie, ook weer eigen tijds. Heb je daar zelf nog wat aan gedaan? Nee, af en toe geluisterd. En dan misschien een kleine aanwijzing, maar... Over het algemeen heb ik er eigenlijk niks voor hoeven doen. Welke kwaliteit heeft zij meegekregen van jou? Bescheidenheid. Oké. Goh joh, ik weet niet. Ze heeft zeker het muzikale oor, maar ik denk dat haar moeder daar ook een rol in speelt. Ja, want... Die heeft ook een muzikaal oor. Zij is geen muzikant, maar is wel muzikaal in die zin. En... Ja, daar kun je weinig aan doen. Dat is een erfelijke kwestie, geloof ik. En als iedereen... Maar ze heeft wel heel hard gewerkt om dat talent een plek te geven in de zeg maar carrière. Hoe is dat bij jullie in de familie als iedereen bij elkaar komt? Is het dan muziek maken, zingen? niet echt eigenlijk. Dat doe je toch niet zomaar. Je gaat niet bij de open haard zitten en dan ga je met elkaar zingen. Dat is... Zo werkt het niet bij ons. Nee. Nou, maar we doen wel af en toe dingen voor elkaar. Jesse, mijn dochter zingt dan soms koortjes op mijn werk. Of ik speel wat toetsen op dat van haar. Dus er is wel een muzikale samenwerking af en toe. Oh, leuk. Goed om te horen. Waar ben je op dit moment mee bezig, Ellert? Ik ben vrij rustig geweest de afgelopen tijd. Maar heb nu een bandje begonnen om weer live te kunnen gaan spelen. Oh, leuk. Ja, en dat wil je toch wel blijven doen. En dat is wat funk, wat old school soul en blues en rhythm and blues. En, oh, heerlijk. Ja, het live werk, zeg maar. Is dat iets wat je dan in Londen doet of ga je dan daarvoor de plas over? Nee, dat is iets wat ik in Essex doe. Dat is niet zo ver bij mij vandaan. Mm. En dan met het doel, we hebben inmiddels 2 festivalletjes gedaan. Want het leven is weer een klein beetje begonnen hier. Ja. En dus we willen zoveel mogelijk live spelen, zeg maar. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is iets waar we allemaal naar hunkeren, om naar live muziek te kijken. En zeker mensen zoals jij. Nog in de laatste vraag, ik ben benieuwd. Sure. Hebben ze jou al eens een keer gevraagd, wel vaker, zeg maar, rondom songfestivalnummers. Maar ja, de eerste volgende keer, want dat is natuurlijk wel spannend van wie uitgezonden gaat worden en met welk nummer. Is dat iets wat op jouw pad komt?
Het is ooit al op mijn pad geweest. Dat was van Linda. Dat weet je misschien niet. Jawel, jawel, jawel. Ja, Linda Wagenmakers heeft toen Nobel Bias gezongen. Ja, dus, dat was een hele leuke ervaring. Dat was in Zweden. En dus ik heb dat circus al een keer meegemaakt. Maar met alle liefde doe ik het nog een keer. Ja, ze mogen jou gewoon bellen. Absoluut. Ja, geen enkel probleem. Je bent heel veelzijdig, dus wat dat betreft kunnen ze je overal verbellen. Maar ik hoor het al van jou, lekker live optreden met publiek erbij is toch het grootste feest. Ja, dat is een extra dimensie, geeft het. Ja, leuk dat we even een inkijkje hebben gehad in jouw leven. Wij gaan natuurlijk die van Jesse Bobby draaien. You and me. Oh, oké. Okay. Ja, cool. Dus wat dat betreft. En hij blijft mooi. Heel ook bijzonder ook door haar geremixed. Ik wens jou een hele fijne avond. En dat je weer snel veel mag optreden. Dankjewel. Ja, en morgen draaien we de originele. De andere Spargo. Die is ook leuk. Ja, die is ook leuk. Oké. Dankjewel, Ellert. Dankjewel, Ellert. Dankjewel.